De werkelijkheid is dat de route die je aflegt, die de Amerikanen de Milk Run noemen, de makkelijkste route die je kunt bedenken om de wereld rond te varen, bezocht wordt door duizenden jachten. En dat de langste oversteek een week of drie is. En dat je daarna de hele tijd in een haven ligt. En daar opgenomen wordt in de gemeenschap van zeilers die met elkaar feestjes vieren, dingen doen, hun boten repareren, praten, kaarten uitwisselen, boodschappen doen en alles wat iedereen ook maar doet. En er zijn heel veel mensen met boten waar kinderen, opgroeiende kinderen op zitten. Nou, ik weet wel zeker dat ze daar straks weer vriendjes en vriendinnetjes vindt. Dat gebeurt altijd zo. Want hoe gaat dat onderling als je daar zo'n haven binnenkomt? Is het kom maar bij? Ja, zeker als je solozeiler bent. Elke solozeiler die hoeft niet vaak zelf te koken. Ja, u heeft het zelf gedaan. Ja, ik heb zelf zo'n reis gemaakt. Ook wel wat stukken solo gevaren. En solozeilers, die worden vertroeteld. En zeker als je 14, 15 bent, denk ik. Wat kan zij? Ze is een goede zeilster. Gewoon technisch. Ik denk dat ze heel goed gefocust is op de taak die er vooraan ligt. Ik heb het ook gezien met hoe ze haar sponsordingen heeft geregeld. Er zijn heel wat EAO-studenten die daar minder goed in zijn. Aan boord is ze bezig met de boot. Ze is qua het trimmen van de zeilen en alle dingen die nodig zijn. Ik heb zelf gezegd dat ze dat beter kan dan ik toen ik aan die reis begon. En ze is ook gewoon zodanig thuis op die boot. Ze beweegt goed op die boot. Ze doet de goede dingen om te zorgen dat die boot heel blijft. Ze houdt de zaken in de gaten. Dus ze is gewoon goed. Ze is gewoon een goede zeilster. Overboord slaan? Ja. Is een risico. En als je solo aan boord bent, is het helemaal eng. Want die boot die vaart door als jij in het water ligt. Zeilers hebben daar een uitstekende oplossing voor. Is aanlijnen. Dus een soort, dat heet een veiligheidsharnas. Een zware draad eraan waarmee je aan de boot vast zit. Ook als je naar voren gaat om daar een klusje te doen, je zit altijd vast aan de boot. Het ergste wat je kan overkomen is dat je over de muur gaat, zoals ze dat noemen. En dan moet je dus weer terug aan boord klimmen. En dan is een kleine boot eigenlijk nog veel makkelijker dan een grote, want dan kom je nog een keer op. Laura is heel veiligheidsbewust, wat ik ervan gezien heb. Is als kind al gewend aan altijd een zwemvest aan, omdat ze op een boot woont en op een boot is opgegroeid. Ik denk niet dat ze overboord gaat. Ze gaat er bij wijze van spreken mee naar school? Ja. Hoe beweegt ze zich op een boot? Ja, ze is geconcentreerd op de taken die ze moet doen. Dus als iemand die niet op een boot gewend is te lopen, dan loopt hij rechtop. Nou, dat moet je dus niet doen. Je zwaartepunt moet laag blijven, zodat je niet over dat hekje heen valt. Soepel, katachtig is misschien een te groot woord, maar ze is heel bezig met de dingen die voor haar liggen. En dus, ik vind het mooi om te zien. Belangrijk is ook de uitrusting. Je moet kunnen communiceren met de wal. Dat is natuurlijk ook iets wat deskundigen zeggen. Ze kan met niemand praten. Ze kan elke dag met iemand praten, zij het over de telefoon. Dat is een dure toestand. Dat heeft ze geregeld, gesponsord gekregen. Nou, ik ken niet veel mensen die dat voor elkaar krijgen. Dat is ook alweer een pluim voor Laura. Ze kan met de ouders, met vader, moeder. Ja, ze kan net zo makkelijk bellen met wie dan ook. En dat is vader en moeder is heus belangrijk. Maar ik vind eigenlijk iemand anders nog belangrijker. Dat is haar routeerder, een meteoroloog die aan haar aangeeft. Je moet nu zorgen dat je daar naartoe gaat. Zet nu koers naar het zuiden, want in het noorden zit storm. Want dat kan een meteoroloog hier zien op computers en kan haar routeren. Het is ook de gewoonte met oceaanzeilers die zich laten routeren. En in grote oceaanwedstrijden zijn dat hele goede routeerders. En Laura heeft iemand gevonden die dat voor haar kan doen. Hoe navigeert ze? GPS. Je weet op 6 meter nauwkeurig midden op de oceaan waar je bent. Niet dat je daar wat aan hebt. Pas als er land in de buurt komt, wordt dat weer wat spannender. Welke route maakt ze? Ja, die Milk Run, dat is dus de passaatroute. Mm-hmm. Er zijn ook zeilers die rondom Kaap Hoorn gaan of naar Spitsbergen. Daar hebben we het allemaal niet over. De passaatroute is in feite van Noord-Europa naar de Canarische eilanden. Eventueel met wat tussenstops, of vermoedelijk met wat tussenstops. Soms via de Kaapverdische eilanden, dan over naar het Caribisch gebied, Panama. Nou, dan heb je ook weer een aantal mogelijkheden in de Stille Oceaan.
Uiteindelijk gaat het via Tahiti en nog wat andere eilanden naar Australië, naar Nieuw-Zeeland en dan naar Australië. En dan komt er bij Australië een keuzepunt. En dat is een belangrijk keuzepunt. Daar kies je voor of je de Rode Zee ingaat. Dat is bij Christmas Island. Hè? Christmas Island, dat is een klein eilandje voor de kust van Australië. En daar moet je die keuze maken. De ene kant op, Sri Lanka, Rode Zee in, naar het piratengebied. De kortste route. En de langste route is via een aantal eilanden in de Indische Oceaan naar Zuid-Afrika. Dan moet je zorgen dat je daar in de zuidelijke zomer bent. En daarna, de mooiste oversteek, vindt iedereen, is Zuid-Afrika terug naar het noorden via de kust van Brazilië naar het Caribisch gebied en dan rechtsaf terug naar Europa. Dat vindt iedereen bergafwaarts, freewheelen. Geen stormkans, nul ongeveer. Stabiele wind, altijd mee, heerlijk. Als je nu ziet wat er bijvoorbeeld rond kerstmis zich op de Canarische eilanden verzamelt aan jachten internationaal uit Noord-Europa en Amerikanen die teruggaan, dat zijn er honderden en misschien nog wel meer, misschien wel duizenden. Ja. De kans is niet, want iedereen zet dezelfde waypoints in zijn GPS, want die staan in boekjes. De kans is niet ondenkbeeldig dat je elkaar tegenkomt en dat je een tijdje bij elkaar in de buurt bent. En je zult altijd op redelijk korte afstand een aantal jachten in de buurt hebben, want die gaan allemaal op hetzelfde moment weg, varen allemaal ongeveer even hard en gaan allemaal naar dezelfde eilanden toe. Dus die bandbreedte is niet zo heel groot. Het is wel, die oceaan is wel heel groot hoor, maar je komt, als je zou met je satelliettelefoon belt van er is iets aan de hand en ik red het niet, dat kan. Mijn mast is afgebroken. Of een ander probleem, natuurlijk die problemen kan ook Laura krijgen. Dan is op die route, in ieder geval die ik goed ken, zeg maar naar het Caribisch gebied, in de praktijk ook heel vaak, dan help je elkaar. En dan ben je binnen 3 uur ben je... Binnen een paar, ja, je kunt geluk hebben en pech hebben, maar langer dan een dag duurt het nooit. Dat er iemand bij je kan zijn, als ze dat willen. Ja. En dat willen ze, natuurlijk willen ze dat. Ja, ja. Dus ze heeft die havens waar ze les kan. Ja, in die havens, en het hangt een beetje vanaf hoe hard ze vaart, hoeveel tijd ze in de havens tussendoor heeft natuurlijk. Ik denk dat ze haar huiswerk, want daar gaat het natuurlijk de hele tijd over, op die boten heel goed kan maken. Want in tegenstelling tot wat iedereen denkt, dat het heel erg vermoeiend en zwaar en gevaarlijk is. Je verveelt je een ongeluk als je niet uitkijkt. En in die tijd kan ze heel goed heel veel huiswerk maken. Wat doe je dan als je daar vaart? Je moet je bakt een broodje, dat is wel heel erg leuk om te doen, midden op de oceaan, om dan zo'n baklucht over de boot te hebben. Ja. Je navigeert wat, je zet je af en toe eens een puntje in de kaart of een kruisje. Je houdt je weerberichten bij, je kijkt eens naar je boot naar onderhoudsdingen, werkt alles nog goed, is een touwtje doorgesleten, dat soort dingen. Ik heb heel veel muziek geluisterd. Dat gaat nu nog veel makkelijker met een iPod of zoiets. En ik heb heel veel boeken gelezen. Ik geloof dat ik er wel 7 gelezen heb in die oversteek naar het Caribisch gebied. Je hebt alle tijd. Ja. Wat zijn de risico's? Even tussendoor nog, die piraten. Is dat een risico? Ja, piraten is een risico, maar vooral voor grote schepen. En vooral ook daarin... Daar bij Somalië in de buurt. Maar een meisje alleen? Ik denk dat ze geen interessante prooi is. Er valt geen geld aan te verdienen. Ja, ja. Een lading van een schip met, wat we laatst nog hadden, een schip met hout of iets anders, dat weten we niet. Dat is interessant. Ja. Daar valt geld aan te verdienen. Ja. Ik zie het niet. En bovendien, ik zou ook een voorstander zijn van die route rondom Zuid-Afrika. En daar speelt dat niet. Overigens, in alle havens kun je mensen tegenkomen met kwade bedoelingen. Maar die heb je in Amsterdam ook. Zijn er risico's? Het grootste risico is dus dat overboord vallen, waar je dus wat aan moet doen. Mm-hmm. En dat doet ze dus. Het enige echte risico, en dat vind ik ook nog wel wat lastig, is het slapen. Je moet af en toe slapen. En in die tijd dat je slaapt, kun je geen uitkijk houden. Dat geldt overigens voor elke solozeiler, hoe oud of jong je bent. En er is behoorlijk op gestudeerd hoe je dat kunt tackelen. Er zijn wat systemen voor ontwikkeld, hoe je als solozeiler voldoende slaap kunt krijgen van voldoende kwaliteit. Wat deed u? Ik sliep 10 minuten met een koopwekkertje aan mijn oor. En na 10 minuten keek ik even rond of er iets op de horizon was qua grote schepen.
checkte de navigatie, het zeil en ging daarna weer onder zeil. Gewoon plat. Een wekkertje? Ja, er zijn tegenwoordig veel mooiere wekkers nog, maar ik had gewoon zo'n dingetje op kon draaien. En het geldt overigens ook als je met z'n tweeën bent, dan ligt er dus één te slapen en de andere moet wacht houden. Nou, ik ben ook wel eens in slaap gevallen tijdens een wacht. En ik denk, nou, een paar uur later word je wakker en dan ben je 20 mijl verder. En die 10 minuten, hoe blijf je dan op koers terwijl je slaapt? Ja, er hangt dus aan die boot een windvaansturingrichting. Een windvaansturing. Dat is een apparaat wat de boot in een vaste hoek op de wind houdt. En die bedient het roer. Dus het is met losse handen. Mag ze gaan? Van mij wel, maar ik ga er niet over. En ik vind eigenlijk dat niemand behalve haar ouders en haarzelf daarover gaan. Het is een bijzonder meisje. Het zijn haar keuzes en wie zijn wij dat we ons verschrikkelijk tegen haar moeten bemoeien. Het enige wat wij, en het geldt voor de zeilgemeenschap, maar dat geldt ook voor alle pedagogen en zo. Hoe kunnen we met z'n allen bijdragen dat we dit op een veilige, zo gezond mogelijke, ook onderwijskundig zo goed mogelijke manier afrondt.